Oh, dat is het ergste wat er is. Mensen die zeggen dat hun hond hun kind is. Nee, maar ik heb zelf een hond. Ik heb Boef. Mijn Rottweiler is mijn allergrootste maatje. Ik snap dat je daar heel erg gek mee bent. Ik weet, mijn vorige hond, Kylie, was ook een Rottweiler. Die is maar 5 geworden. Toen was die verkankerd. Die heb ik in moeten laten slapen. Dat is het allerergste wat er is. Want je hebt gewoon, s'avonds als ik thuis kom en het hele dorp slaapt, het is donker. Er staan altijd 2 oogjes bij de vensterbank. Er is altijd één blij dat je weer bent. En dan ga je nog even een stukje lopen. En dan ga je een beetje zappen op televisie. Een grote hond erbij. Oh, baasje is er weer. Dat is je allerbeste vriend die er is. Want als van de een op de andere dag weg is, dat is kaal. Dat is leeg. Alleen dat is een gevoel. Dat gaat een tijdje, dan gaat het erover. En dan ben je weer toe aan een nieuw trouwvriendje. En die heb ik nu. 1,5 is die Boef. Dat is mijn nieuwe trouwvriend. Een hond is vervangbaar, maar zo werken mijn kinderen toch niet. En zeggen Liesbeth, ja, een hond is net als kindje. Ik zeg, nou, is ietsje anders, hè? Nee hoor, nee, want dan moet je ook voor zorgen. En het is heel belangrijk, verantwoordelijkheid. Ik zeg, werkt wel anders. Nee hoor, wel waar. Niet. Wel! Ja, het is toch niet zo dat als je kindje in de keuken plast, dat je die er met het gezichtje indrukt en dan kijkt of buiten wel lukt, hè? Ja, maar, tuurlijk.